Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we weer plaatjes kijken, Max? Jazeker. Deze keer gaan we het hebben over tegenovergestelde. Tegenovergestelde? Oh, wacht eens even. Je bedoelt dat jij groot bent en Pepper klein. Heel goed. Wat knap van jou, Toby. Ik hoef je helemaal niks meer uit te leggen. Laten we maar gauw gaan kijken. Hier zie je bijvoorbeeld een grote hond en een hele kleine hond. En hier zie je duidelijk het verschil tussen dik en dun. De ene rol plakband is breed en de andere is smal. Hier hebben we het over zwaar en licht. Ik denk dat die roze lichter is. De bergtoppen zijn ver af en de wandelaar is dichtbij. Hier zien we nog een keer groot en klein, mama en baby neushoorn. Nou, welke kant is dik en welke is ook alweer dun? De zilveren ring is breed en de gouden ring is smal. Als iets licht is, kun je het makkelijk tillen en als het zwaar is, niet. Dit eiland in de zee ligt veraf en dus niet dichtbij. Dat was leuk, Max. En nu mag ik, hè? Ja, nu mag jij, Toby. Veel plezier. Helpen jullie mee? Wow, dat is een grote hond en ook een kleintje. En hier hebben we twee meneeren, een hele dikke en een hele dunne. Kijk, twee rollen plakband, eentje smal en eentje breed. Wow, die is sterk, de zilver is zwaar en de roze licht. Hier zie je de bergen in de verte en de wandelaar dichtbij. En hier een grote moederneushoorn met haar kleintje erbij. De mevrouw links is heel dik en de mevrouw rechts heel dun. De gouden ring is smal en de zilveren ring is breed. Zo te zien is de linkerzak heel erg zwaar en de rechterzak heel erg licht. Hey, kijk! In de verte een eilandje met heel veel water eromheen. Woehoe! Yeah! Dat was leuk, hè? Vond jij het ook leuk, Pepper? We hebben weer veel moois gezien. En wat vond je vandaag het allermooist, Toby? De neushoorns! Die waren zo schattig samen. Goed zo. Dan krijgt dat plaatje een mooi plekje op het prikbord. Zo. En volgende keer gaan we weer iets heel anders bekijken. Ja, zullen we dan die doen? Of die? Of die? Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Story Zoo. Wist je dat er ook een Story Zoo shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beerbox. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de Story Zoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht. Klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.